Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks. Vanuit christelijk perspectief. Welkom, ik ben Marien Kortrink en deze week praat ik met relatietherapeut en seksuoloog psycholoog Fenix de la Lafosse over wat nu fijne seks is en over aannames en verwachtingen in de seks. Goed dat je er bent, Fenix. Dankjewel. Wat speelt er bij het stel dat bij jou komt? Of eigenlijk, ja, zij wil eerst. Komt eerst bij jou alleen, hè? Ja. Ze wil me eerst alleen spreken en hij wacht dan in de auto. Uh, want uh, ze heeft één grote uh, klacht eigenlijk. Uh, ze voelt zich klem in, in die seksuele relatie met haar partner. Uh, ze heeft het idee van, uh, hij, hij bepaalt heel erg uh, wat, er, wat er moet gebeuren en wat er gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren, uh, hoe het gaat gebeuren. En dan is het dus steeds over seks. Uh, en ze weet niet zo goed wat, uh, hoe ze daarmee om moet gaan. En zij is dus eerst alleen bij jou. En dan geef je haar eerst een advies. En daarna gaan ze samen verder praten. Hoe, hoe werkt dat? Nou, ze, ze wilde, ze, ze wilde ze even uh, uitleggen waarom zij nou kwam. Ze hadden allebei het idee. Nou, die seks die gaat niet fijn. We moeten hier. D dat heeft er. hij ook wel door. Dat heeft hij ook wel door. We moeten hulp zoeken. Uh, uh, maar zij wil toch nog even eerst wat kwijt. En dat is dan van: ja, maar hoe, hoe moet ik dit nou doen? Want we hebben daar toch blijkbaar andere ideeën over. wat nou fijne seks is. Nou, uiteindelijk zeg ik dan ook: van: joh, uh, haal hem er nou bij. Uh, maar ik wil eerst weten waarom ze nou zo graag mij alleen wil spreken. Want, wat, want ik vraag me dan ook af. Ja, nou, want dit ze, kan je ook met z'n drieën bespreken, ja, precies, zou je maar zeggen. Maar wat wil ze dan blijkbaar. Waar wil ze dan toch blijkbaar even gehoor voor? Of, of een podium voor? Wat ze niet ja. zo goed over het voetlicht krijgt als hij erbij is. En wat is dat dan? Nou, dat is. Dat is dat zij vindt dat hij definieert dat seks fijn is als er bijvoorbeeld een orgasme is bij haar. Dat, dat vraagt hij ook steeds nadat ze seks hebben gehad. Was het fijn? En dan zegt ze ja. En dan, dan denkt hij van ze heeft een orgasme gehad. En dan, want dat is de definitie volgens hem van fijne seks. Zij zegt tegen mij: van ja, ik zeg daar maar ja, maar voor. Want dat is voor mij ook fijn. Maar dat is niet omdat ik een orgasme heb gehad. Dat is omdat we samen zijn geweest. Omdat ik me dan heel erg verbonden met haar heb gevoeld. Het is voor haar veel meer iets emotioneels. Dan dat het nou een, een, een fysiek hoogtepunt voor haar was. Maar uh, ja, hoe leg je dat uit? Want ze heeft al natuurlijk al heel lang gezegd ja. En hij denkt dus iedere keer van oké. Okay, uh, Blijkbaar draait het uh, om dat klaarkomen. Is hij inmiddels gaan hij, denken? Hij denkt van, nou, het is fijn. Maar uh, ja, het is toch... Uh, oh. Zij maakt uit zichzelf geen aanstalten, Wat vreemd toch, want ze vindt het toch ook leuk. Uh, dus hij, zij noemt het dan, hij dartelt om me heen. En dan voelt ze dus druk van, oh, het moet weer. Hoe ziet dat eruit? Dat, uh, dat dartelen. Even het zij zij vertelt dan van... hij vraagt van... weer een glaasje wijn? Uh, hij gaat een beetje... of zal ik je masseren? En dan denkt ze... oh, oh... Dat is het begin van... Dit is het begin van... En dan van wijn dan drinken komt seks. Ja, dat, want dat zit in hun script. Dus het is ook een soort van routine. Uh, dus ze stapt dan maar in de routine. In het script wat er ze ligt. Ze pakt het wijntje aan... en daarmee weet, en ze, weet ze... we van, gaan vanavond. Okay, nou, dit is, dit is uh, stap één. En dan gaat hij dadelijk vragen, zal ik je masseren? En dan moet ik zeggen ja. En dan, en nou, en dan het is gewoon echt een, een echte filmscript bijna. Ja. Maar zij, zij, uh, zij heeft geen seks, zou je kunnen zeggen, met haar partner. Zo ondergaat het. Het is helemaal niet haar keus. Ze haakt ook niet echt aan. Wat ze wel fijn vindt, is dat ze voelt dat ze begeerd wordt. Ze voelt dat het samen is. En dat vindt ze fijn. Van, het draait nu even helemaal om ons. En dat vindt ze wel fijn. Dus als ze zegt, ja, ik vind dit fijn, dan doelt ze daarop. Maar wat vindt ze dan niet fijn? Nou, ze vindt niet fijn dat er, dat er een script ligt... waar zij uh, uh, niet medeschrijft ervan is. Waar het dus voor een deel ook bij haar ligt. Hè? Uh, uh, zij heeft alle ideeën over hem. En hij heeft ook alle ideeën over haar. Ze vullen van elkaar in. Hoe zij. merk je dat, dat ze dat, dat, ze dat doen? Uh, nou, hij vult in voor haar dat... Uh, een orgasme is wat maakt dat het fijne seks is. Terwijl als hij zou vragen, wat is voor jou fijne seks? Wanneer vind jij het fijn? Dan zou hij al achter andere dingen kunnen komen. En zij vult voor hem in dat hij altijd alleen maar seks wil. Wat ook maar de vraag is. Daarom zeg ik ook van, nou, laten we hem erbij halen. Ja, en dan komt hij erbij. En uh, hoe verloopt dat gesprek dan verder? Nou, het is niet zo dat, dat alle mannen altijd seks willen. Dat is helemaal niet zo. En dat alle mannen elke dag... Seks willen. Is helemaal niet zo. Uh, um, maar het is wel iets wat in haar hoofd zit. En dat hij altijd daar op uit is. En daar, als ik dan vraag wat daar is. Daar is dan penetratieseks. Uh, wat voor haar dus ook niet hetgene is wat zij altijd hoeft of wil. Het is meer iets wat ze toestaat. Uh, omdat het wel een, een voor haar een gevoel geeft van een verbinding. Of van samen. Of van... Dat gewild worden. Maar hij wil dat dus ook niet per se, begrijp ik? Nou, hij wil haar een, een uh, seksueel heel fijn moment geven. In de zin dat hij denkt, dat, en dat is voor jou een orgasme. Maar op zich is het prijzenswaardig dat hij, uh, even, om het even af te pellen. Ja. Prijzenswaardig dat hij wil pro dat proberen dat zij ja. het ook fijn vindt. Ja. Ja. Maar doordat ze inderdaad, zij altijd daar, doordat ze die routine hebben en hij, doordat zij altijd ja zei, is gaan denken van dat orgasme, dat moet gebeuren, want dat vindt zij fijn. Ja. Daardoor wordt het voor haar een beetje, ja, dat is helemaal niet waarom zij het per se fijn vindt. Maar precies. hij is dat in gaan vullen, ja. 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 waardoor ze zo'n patroontje hebben ja. gekregen. En zij, en zij is in gaan vullen, dat is het enige wat hij graag wil. Verder wil hij helemaal niet. Terwijl dat misschien ook niet zo nee, is. Precies. Nee, precies. En nou, zo komen we dus dan. Eerst komt zij zelf. Ja. Zij legt dit bij jou op tafel. Ja. En dan komt hij erbij. En, ja. en hoe wordt dit dan verder besproken? Hoe, nou, wat, wat, hoe pak je dat aan? Door, door door te vragen. Door heel concreet door te vragen. Want dat is wat uh, partners heel vaak niet doen. Dat ze concreet doorvragen. Echt op. op uh, wat bedoel je dan precies? Dus niet, echt niet proberen te echt, begrijpen. Ja, echt begrijpen. En als je het niet begrijpt, ik, ik zeg altijd: als je er geen filmpje van kunt maken in je hoofd, wat je nou bedoelt, dan heb je het nog niet helder. Probeer nou te denken: van wat, wat, wat bedoel je dan? Bedoel je dan misschien dit? Bedoel je dan misschien dat? Vraag nou gewoon eens door. En denk niet van, oh, als je zegt van. Uh, ja ik wil me verbonden voelen met jou ja wat is verbonden verbonden is ook zo'n modewoord iedereen wil verbonden worden maar wat, wat is nou verbonden voor de ene is verbonden uh, je kijkt me in de ogen voor de ander is verbonden je raakt me aan voor de ander is verbonden je zegt dat je van me houdt voor de ander is verbonden je hebt me de hele dag door met allerlei leuke dingen uh, of zo je stuurt me hartjes Wat is nou voor de ene verbonden wat is nou voor de ander verbonden ja. hoe geef ik jou het gevoel dat je dat ik me verbonden met jou voel of me met jou wil verbinden Ja. Vraag nou toch bij elkaar door naar hoe wil je het merken? Hoe, hoe, hoe breng ik het bij je over? Want het kan best zijn dat de invulling helemaal niet de invulling is die de ander uh, hoopt of verwacht of nodig heeft. Ja, want hoe zat dat bij dit stel dat Ik neem aan dat ze... Kijk, zij zei ook wel, zegt ze, dat zie je, lees ik in de column ook... ze praten er wel over op een bepaalde manier. Ja. Maar ze moeten dat dus inderdaad naar een nieuw level tillen. Ja, want je hebt praten en praten. Ja, ja. uh, uh, soms zeggen ze, nou, dan hebben we echt een avond, gaan we praten. Dan zeg ik, nou, alsjeblieft, ga niet praten. Je kan ook allerlei dingen kapot praten. Ga nou eens... Uh, wat bedoel je met kapot praten? Ka nou, zo diep en moeilijk over dingen doorgaan praten, dat moet je niet doen. Uh, ga, uh, ga, ga, eens, ga eens een stukje wandelen en, uh, en, en informeer en praat wat voor je uit. Of uh, ja, niet, geforceerd de... niet geforceerd gaan praten. Vanavond je, wordt het dus, gesprek. Precies. En dan tegenover elkaar gaan zitten aan tafel. Weet je wel? Dan kijk je elkaar ook nog zo aan. Dat is, dat is, dat is gewoon, doe dat nou niet. Uh, ga, als je gaat praten, ga naar elkaar naast elkaar lopen. Of zit naast elkaar op de bank. Of dat als je dichtbij zit, dan praat je ook wel anders dan wanneer je over een tafel heen moet praten. Uh, dus, en, en vraag ook door, wat bedoel je? Wat, uh, steeds bedenken: achter elk gedrag zit een verhaal. Wat is het verhaal? Laat ik nou vragen. Laat ik nou even jou het podium geven en proberen jou te begrijpen en dat wederzijds hè allebei moet je wel een podium hebben. Het is heel fijn als je natuurlijk het podium van je partner krijgt en als je daarna zegt oké okay, en nou ga ik iets anders doen. Ja. Maar waar is dan degene die jou bevraagd heeft? Je je hebt allebei evenveel recht op dat podium. Weet je, het gaat erom dat je mekaars binnenwereld kent, snapt weet waar je partner mee bezig is, wat je partner stress geeft... wat je partner spanning geeft, maar ook wat je partner blij maakt... waar je partner naar uitkijkt. Vertel nou de dingen en vertel nou de dingen aan elkaar... die je nodig hebt om het gevoel te hebben van... we staan aan dezelfde kant van de sloot. Ja, en, en om deze casus er dan even bij te pakken, er zijn misschien mensen die nu luisteren en bepaalde dingen herkennen. Of het nou gaat over die routine, uh, uh, wie er bepaalt zeg maar, hoe het gaat, in ja. dit geval hij, uh, uh, wie er bepaalt wat er fijn is. Uh, hoe, hoe, hoe pak je dit nou aan als je hier iets van herkent? Um, Waar moet je dan beginnen? Nou, misschien, misschien herken je dat je invult dat een orgasme het doel is van, uh, van jou. En en je afvraagt, maar is dat, is dat toch ook jouw doel? Is dat dan ook wat jij heel graag wil in de seks? En dat je een orgasme hebt? Altijd? Nou, misschien zegt je partner ja. Of misschien zegt je partner nou nee, niet altijd. Oké, okay. dus dat is al belangrijk om te weten. Dat het misschien niet altijd is. Wat vind je belangrijk in seks? Uh, uh, wat, wat, wat betekent het voor jou? Wat drukt het voor jou uit? Uh, uh, Soms is het voor iemand een soort van slaapmutje. Soms is het voor iemand een soort van teken van het zit goed tussen ons. Waar staat het voor? Uh, dus de, dat, dat, is ook, dat soort vragen zijn ook belangrijk om van elkaar te weten. Als en, het, en moet als, je dat dan tijdens bijvoorbeeld de seks doen? Of, hè, van wil je graag een orgasme? Of, of is het meer iets om juist. Als helemaal die seksuele spanning nog niet in de lucht hangt. Ja, dat, dat zou ik opperen. Uh, als het niet speelt, gewoon en passant vragen het dus. Hé, hey, hoe zit dat eigenlijk bij jou? Weet je, gewoon. Uh, als je er echt voor, gaan zit, voor moet gaan zitten, vanavond gaan we hebben over seks. Nou, hoe leuk is dat? Weet je, niet dus. dus maar tijdens uh, de seks is misschien ook niet de oplossing. Maar goed, wel, goed, ja, helder communiceren tijdens de seks is wel belangrijk. Ja, helder communiceren wat je wil, en wat je prettig vindt en niet prettig vindt. Dat is wel belangrijk. Ja. Vind je fijn wat ik doe, of vind je het niet fijn wat ik doe? Ik hoorde hier dus ook een soort routine in. Jij ja, schrijft ik van, dat is altijd een, hoe doorbreek je die routine? Ergens is het ook niet gek dat je routines opbouwt. Ja. Maar, wat zijn gezonde routines? En hoe uh, ja, wisselt het vooral leuk af dat het niet altijd hetzelfde is? Ja. Nou ja, dit is ook per, per stel is dat heel verschillend. Uh, sommige mensen die zijn nu eenmaal uh, wat meer uh, van de routines überhaupt in hun hele leven. Dus dat zal ook wat meer dan in hun script zitten, in hun seksuele script. Anderen houden er wat meer van verrassingen. Doorgaans is... Uh, kijk, de routine is voorspelbaar, is betrouwbaar, is veilig. Je weet waar je aan toe bent, je weet wat er gaat komen en wat er niet gaat komen. Uh, maar kan dus ook saai zijn. Uh, uh, verrassing kan ook, uh, uh, ook heel, erg, uh, kan heel erg spannend zijn en leuk. En... en, en uh, uh, fantasievol, maar kan ook je ineens voor iets plaatsen waar je van schrikt, uh, of waar je bang van wordt, of uh, waar je voor, door vervallen bent. Dus je moet samen uh, samen uitvinden van hoe ziet ons script eruit, hoeveel verrassing is er? Uh, en durf daarin dus wel eerlijk te zijn, want soms durven mensen wel te fantaseren over dingen die heel spannend zijn, maar, maar zeggen ze dat niet. Ik hoor zo vaak dat, en dat, een seksuele fantasie is, is heel vaak uh, iets wat, je, uh, wat, wat politiek niet helemaal correct is. Uh, uh, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, het is, uh, het is behoor, de ander is behoorlijk dominant. Of, uh, uh, maar dat is toch, nou dan om te zeggen dat je het heel erg opwindend vindt als je partner seksueel dominant is. Maar het kan wel een fantasie zijn of een onderdeel van je fantasie zijn. Uh, maar als je partner veel meer van het zacht strelen is en knuffelen en uh, kleine kusjes, dan vind je het misschien eigenlijk wel een beetje saai. En denk ik, vind het veel leuker als je me plotseling uitkleedt of als je me op de bank trekt of weet ik veel wat. Je kan het beter zeggen dan dat je denkt: nou, lekker saai dit. Dan wordt het niet beter van. Nou, dan kan het dus iets, iets routineus worden waar je eigenlijk half uh, niet bij bent omdat je fantasie en eigenlijk uh, uh, ja in je fantasie ga je eigenlijk veel meer uh, open voor een ander type minnaar of minnares ja en um, wat ik jou ook hoor zeggen wat hier misschien ook misgaat is van dat hij dus het script bepaalt waar je dat samen moet bepalen. ja precies precies zij, zij zal van zich moeten laten horen ik, zo vaak zeggen mensen, ik word niet gezien of ik word niet gehoord. Maar dan is altijd wel mijn vraag van, laat je je ook horen en laat je, je ook zien. Want die ander kan niet in je hoofd kijken, die kan niet in je hart kijken. Je zal je moeten uitspreken, hoe moeilijk ook. Ja, want hij kan ook niet raden dat zij deze routine nee, niet leuk vinden nee, bij wijze van nee, spreken. Of nee. weinig spannend of weinig verrassend. Precies. Je, je kan niet verwachten als je denkt van, ja, mijn partner die, 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 die bakt er niet zoveel van. Uh, dat plotseling die partner het licht ziet en snapt wat hij of zij wel moet doen. Ja. Wat opwindend is of wat fijn is. Je zal het moeten aangeven. Ja, dus echt aannames en verwachtingen. Uh, in die zin vooral stop met die aannames. Ja, ja. En vraag naar de verwachtingen. Vraag dat, de verwachtingen. Dat Wees duidelijk uh, wat je zelf prettig vindt. Wees duidelijk wat, uh, wat, wat voor jou past. En vul niet in voor de ander wat fijne seks is. Precies. Um, nou, nog één ding over dat klaarkomen zit ik ja. te denken. Is het bij mannen over het algemeen wel zo dat het fijn is om klaar te komen tijdens de seks? Of is dat ook een aanname van mij die niet klopt? Nou, zoals ik het hoor in mijn praktijk, Zeg mannen: ik vind het heel erg fijn, ik vind het heel erg belangrijk. Maar als het, als het is terwijl jij er niks aan vindt, dan, dan, vind, niet. Ik, dan vind ik het ook niet fijn. Ja. Dus ook dat niet invullen voor een ander. Precies. Dankjewel, Fenix voor deze week. En de column van Phoenix zet ik in de beschrijving van deze podcastaflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. of als je wil dat alleen Phoenix hem onder ogen krijgt naar phoenix@nd.nl. Tot volgende week!